De aangepaste plannen voor reconstructie van de Schagenweg werden op een informatiebijeenkomst besproken met de inwoners van Schagenbrug. Er waren enkele kritische geluiden over de verandering in een klinkerweg zonder apart fietspad. Maar een meerderheid was men tevreden met de nieuwe aanblik en de veranderingen om de veiligheid te bevorderen. De enige opmerking die blijven we hebben, en dat zijn dan in verhouding natuurlijk met de rest van het dorp een paar mensen die aan de Schagenweg wonen, dat zijn toch de klinkers die we hebben. Dat is voor de huizen, voor de woningen die niet onderheid zijn, is dat gewoon een groot probleem. Bart Konijn en ik, samen hebben we dus een ervaringsdeskundige in de arm genomen. Die werkt bij de VNG. En die wil ons de Schagenweg adviseren. Wij zouden eigenlijk graag met hem en met de gemeente nog om tafel laten zitten om ons 100% zeker te verzekeren dat de klinkers die jullie voor ons bedacht hebben, dat die echt geen kwaad kunnen. Ja, ik vind het prima plan. Het doel is uiteindelijk dat we de snelheid weghalen van de Schagenweg. En dat ga je wel creëren door de fietsers uiteindelijk bij de straat bij te trekken. Dus, en ook de klinkers. Ja, er was wat verontrustheid over dat de klinkers veel herrie gaan geven. Maar ik denk dat we met deze moderne techniek ben ik niet bang voor dat er trillingen komen. Dus positief, absoluut. Dik tevreden. Dik tevreden, het ziet er allemaal mooi uit. Er is ook rekening gehouden met de historie van het dorp, met het zicht van het dorp, met een mooie aankleding, veel groen, mooie lantaarnpalen. Kortom, zoals het er nu uitziet, ben ik tevreden, keurig. Het ziet er mooi uit op de foto, op de in elkaar gezette beelden en op de tekening ook. Alleen we blijven ons wel wat zorgen maken over de snelheid van het verkeer dat door het dorp heen komt. Maar het ziet er wel mooi uit. En dat heb ik ook gezegd. Bent u tevreden met de klinkers? Ja, de klinkers, dat blijft een heikel punt. Daar hebben we eerlijk gezegd niet zoveel vertrouwen in. Als ze er eenmaal in liggen, dan duurt het heel lang voordat we ze er weer uitkrijgen. Dus ik hoop echt dat goed gaat. Maar twijfels hebben we daarover nog steeds. Dus een pluim voor de gemeente? Op het gebied van het plan en het ontwerp, ja, dat vinden we er goed uitzien. Dus dat hebben ze goed gedaan. De grote veranderingen zijn over het algemeen dat we willen gaan werken met gebakken materiaal. Dus klinkerbestrating, dus dat asfalt eruit. Waardoor het al veel mooier oogt, echt een dorpsgezicht krijgt. We zullen de fietsers op de rijbaan gaan brengen. De breedte van de weg gaat veel smaller worden, 5,80 meter. Waardoor het allemaal wat dichter op elkaar zit. We gaan heel veel doen aan klimaatadaptatie. Dus als het regent, dan wil het water nog een beetje in de buurt vast kunnen houden. En daardoor, en de bomenrijen en een mooiere verlichting, gaat het weer een beetje een uitstraling krijgen van een authentiek Noord-Hollands dorp. Er zijn nog mensen die willen kijken naar een asfaltbestrating. Nou goed, daar gaan we ook nog wel even naar kijken. Maar voor mij is eigenlijk al van nou, ik vind die klinkerbestrating heel erg mooi. Stel dat die ervaringsdeskundige waarmee je gaat praten, die zegt van eigenlijk je moet toch asfalt nemen. Ga je dat dan doen? Nou, dat durf ik nu niet te zeggen. Dat hangt van de argumenten af. En kijk, wij gaan natuurlijk ook niet over één nacht ijs. Dus wij komen niet zomaar bij deze bestrating uit. Dus wij hebben ook onze experts die aangeven, dit kan, dit mag, dit is beter voor de snelheid eruit te halen. En daar gaat het hier vooral om. En dat je even nog wel wat trillingen wegneemt. En kijk, die garantie is nooit 100%. Want ja, elke ondergrond is weer anders en hoe dat allemaal zich gaat zetten. Maar wij doen wel ons best ervoor om dit een trillingsvrije zone te maken. En die andere expert, ik ga dat advies tot me laten komen.